We zijn hier bij de Tornado. Oh, wacht, dit is Erika's Erko. Yo, mensen van Gamer Tornado, welkom nieuw Garry's Mod. Vandaag gaan we. Bij de Bubblebox. Vandaag gaan wij, hoe heet het? Gmod doen, we gaan weer een beetje klooien. En als je ruis hoort, dat komt door Erika's Erko. Mijn Erko, het is je fucking heet. Het is totaal niet warm. Ik heb juist iedereen die hier kijkt. De meeste mensen denken vandaag van. Oh god, laatste vakantiedag. Komen wij aan. Yo, het is de dag van de Link of Reboot. En dan bouwen we tot Reboot. Iedereen zag er reinig bij. Fucking gelukkig. Oh wacht, dinsdag kan ik niet kijken, doe. Wat zei je? Dinsdag kan ik niet wat kijken. Wat zei dinsdag kan ik niet wat kijken. Wat de? Waarom niet? Kijken. Waarom niet? Waarom of, niet? Of ik moet... Nee, dan moet ik dat gig dan in de middag krijgen. Ja. Dan moet ik speciaal daarvoor... Moet ik... Kan je schermdelen doen met een computer... Terwijl ik dan op telefoon ben? Kan ik het dan zien? Ja, dat is goed wel. Nee, pap, niet nu, ik film. Copyright. Ja, maar ik... Nee, misschien omdat jij een dikke fucking ding hebt. Een dikke... Hoe heet zo'n ding? Erko. Hoeveel graden is nu in mijn huis? Nee. Het ding nu 24 graden. Dat is niet zoveel. Bij mij is het warmer. Oh, lekker stil. Uit! Dank je. Zeg ik ja? Zal ik iets leuks vertellen? Bij mij is het warmer. Okay. Bij mij is het 26 graden. Bij mij was het 30 graden toen ik in de kamer kwam. Je zegt ja, 24 man, poephoofd. Ja, nu is het 24. Ja, maar dan zeg ik... Hou je mond, joh! Nee, maar kan je... Als ik nou op telefoon ga met Skype en jij gaat op de PC, kan jij dan schermdelen doen zodat ik kan meekijken? Tuurlijk, dat was jou niet. Fuck it, dan ga ik. Ik hoef alleen nog anders doen dan. Ik kan sowieso schermdelen doen. Ja, maar ik bedoel... Ik op telefoon... Hoe wou jij het dan kijken? Ik kijk toch altijd op de PC, maar kan je via... Als ik op telefoon Skype heb en jij hebt een PC, kan jij dan schermdelen? Kan ik dat zien? Is wel... Wacht even. Erik-Jan, wil jij vliegen? Nee. Oké, ga maar vliegen. Zie hem vliegen? Zeg gewoon nee. Je vliegt echt... Oh, je vliegt naar binnen. Ik haal je er wel uit. Wacht even. Waar ben je nou? Waar ben je? Oh, je hebt Z gedaan, zeker? Nee. Oh, daar ben je. Linker muisknop. Doei! Hé, hey, waarom werkt dit zo niet? Oh, dat is niet leuk als je... Oh, je bent binnen nu. Shit, wacht even. Waarom verdwijn je telkens? Moving to aim position. Oh, dat is lame. Je bent een... Wacht. Kijk! Leuk. Kijk, een vallende ster! Het is een fucking meteoriet, bitch! Oké, maar anyway... Gaan we doen. Maar weet je dat nou? Als jij nou schermdelen doet op de computer... En kan ik dan op Skype op mijn telefoon dan meekijken of niet? Hallo? Hallo? Wat? Ja. Je zei pap! Je zei letterlijk pap, weet jij oh, dat? Oh ja, wat... Ja, tuurlijk. Want ik vraag aan mijn vader of ik schermdelen kan doen op Skype. Wat deed voor de memes? Je zei letterlijk nee, pap. Nee, natuurlijk niet. Ik vraag je zei letterlijk jou. Pap, weet jij dat? Pap. Dus ik denk, je zegt het voor de grap tegen je vader. Kijk wat hij reageert, want hij weet het toch niet. Ik dacht, jij zei letterlijk pap. In ieder geval, ik verstond letterlijk van pap, weet ja, jij dat? Net als toen je verstond, ga doorgaan. Terwijl dat gewoon totaal niet zo was. Toen ik gewoon zei van, het blijft maar doorgaan. Dus wat is het antwoord? Ja, weet ik niet joh, ik heb het ook nooit gedaan. Waarom denk je dat ik dat weet? Omdat jij altijd nutteloze dingen weet. Hey, nice. Van, did you know that Minecraft een game is? Nou, dat boeit me niet. Oké, maar wat gaan we doen Erik-Jan? Geen idee, dan weet ik wel wat. Aangezien ik geen lag meer heb, gaan wij een soort tower defense doen. Oké. Want daar heb ik dus zin in. Lekker weer mijn poos klooien. Hebben ze nou... Oh, wacht. Ik moet... Waarom ben je niet poos? Ik fix dat even. Ik ben even eerst bezig met...
Ik moet toch shit veranderen. Ik ben nu nog Lala, maar ik wil mijn, hoe heet het? Mijn ding wil ik veranderen. Oranje. Mijn physicun ding. Player color. Player model en dan colors en dan ja, fires. weet ik. Ik wil het een beetje... Dit is een goeie. Beetje meer. Kan ik ook scrollen? Beetje dit. Oh, dat lijkt me vet. Oké, okay, als het goed is ben ik nu Po. Oh! Oké, okay, als het goed is heb ik nu alles. Oh, ik heb ook nu een oranje jasje aan. Mooi. Oké, okay, basically... Wat? Jasje? Ja, je weet al. Als je, je bent Po, maar als je iets vasthoudt, dan heb je gewoon een mensenhand. Nou, en dat heeft een oranje ding aan. Dus. Oh ja, ik heb ook zo'n blauwe jou. Oké. Okay. Blauw is stom, is neppe kleur. Oranje is neppe kleur. Helemaal niet, is echte kleur. Blauw is een goede kleur. Blauw is fake news. Oranje niet. Weet je waarom oranje geen fake news is? Nou weer dan. Omdat Trump oranje is en Trump is geen fake news. Dit. Oké, okay, we doen de Springfield, toch weer? Ja. We gaan een sniper tower defense doen. Springfield. We doen wel ignore players. Als iedereen dood is, hebben wij automatisch dood. We gaan dat ook niet doen. Rechte muisknop. Spam ik mij van gereed gaat. Blech! Waarom zeg je opeens altijd blech? Het is blech. Ik vind het een leuk woord. Devil's Beat. Thompson, toch? Oh nee, Springfield Scoped. Hey, ik wil van... Hoe zit dat alweer? Zo, tegen de muur aan, toch? Ja. Oh, twee. Okay. Ja, waarom niet? Nou, hier gaan wij staan. Met twee andere... Gaan wij samen in een ding? Ja, we doen wel De backup defense, was het toch altijd? De backuppers of zoiets? Ja, guys. Zeggen, wat gaan we doen? Hier twee backuppers en dan... Zullen we weer tegen Darth Vader en of zoiets? Waar gingen we tegen de vorige keer? Combine. Ah ja, kan ook. Okay. We hebben nog wat backuppers. Wel fijn dat ik eindelijk geen lag meer heb, dan kan ik eindelijk even... Waarom loopt die terug? Nou ja. Dan kan ik eindelijk even normaal... Backuppers. Nou, al die tijd geen wapen, blijft dat maar zo. Ja, maar wel. Ze hebben die van jou hebben geen wapen. Doe maar lekker zelf. Fuck ja maar. Deze dan even... Blech. Blech. Okay. Weg. Ik heb een gigantische muis en fucking weinig ruimte. Super handig. Oh, headshot. Heb je een poog gedood? Ja, hier. Nice. Hij ligt nu een dode poog, lijk. Oh, ze rennen nu wel me weg. Nee, dat motiveert ze. Ze weten, als ze niet hun best doen, dan gebeurt dat met hun. We gaan hier. Een flitsing poog. Je ziet hem wel. En dan doen we er één poot tussen met een RPG. Nee. Deze. Hallo. Wat nou weer dan? Deze po. Waar? Ik hoor geluid, maar ik weet niet waar... Oh, ja, wat is er mee? Die moet je even spannen. Weapon override, waarom doet hij het dan niet? Hij zegt, hij geeft een checkje aan, maar hij doet niks. Nee, hij heeft wel eens. En dan ben ik nog... geen fucking... Oh ja, nou wel weer. Oké. Ignore NPC's, ignore... Zo. Waar wij staan? De onderste verdieping. Ah, nice. Ah, val naar beneden. Geen fall damage. Oké, we spawnen. Normale wapen, hè? Normale, hè? Anders zijn ze ook dit. Ik spaar gewoon door normale... NPC... Ben je ook mee? NPC, ja, wij vechten mee. Maar wij waar stond die? Oh, je komt gewoon op. Kan jij het doen? Dat is even handiger voor de wit. Scoped. Dat was SMG ammo toch? Wapens, Day of Defeat. Oh, ah, nou ja, ik heb alsnog, heb ik hem wel. En dat was SMG ammo toch? Voor mij was hij linksonder, of links was die. Ik zag hem gewoon op in het searchbar ding. Ja, maar jij bent lui, denk ik niet. Je zit hier ook een Mosin Magnet of zoiets scoped. Silenced. Waar ligt die nou? We hebben over het standaard wapen. Combine.
Zullen we ook een helikopter erbij doen anders? Dus, nee, dat doen we wel als een boss battle ofzo. Nee, want dat kunnen ze toch nog met zijn Springfield. Oh nee, dat is wel waar. Doe dan wel zo'n speciale ding met hele lange poten ofzo. Ah, hier. Ah, oh, what the fuck? Normaal gesproken in Spanje altijd met 3 miljoen ammo en dan heb ik het niet. Was dat maar even een ding, dat je gewoon automatisch met miljoenen ammo's... Zo. Niet dat ik het nodig heb. Oké, en dan... SMG! SMG! Ja, waarom heb je SMG nodig voor ammo voor... Ah, I really don't know. Zijn dit er genoeg? Oh, oké. Heb je wat ammo nodig? Ik heb al alles. Is dit genoeg? Kijk even naar de bitches. Is dit genoeg? Voor heel veel, nou ja, oké. Het is wel de eerste ronde, maar oké. Zet er wel even een paar. Ik heb mogelijk 2 potion dan. Wacht even. Waarschijnlijk was dat daar... Balken dichtbij. Ik thuis, ja. Allemaal backup komt. En... Rider. Nee, waarom doen we gelijk 5000... Het is de eerste fucking... Wel minder? Nee, tuurlijk. We gaan toch 1-1 doen. We gaan toch een... Hoe heet het? Event. Ja. Begin je altijd dit, met... Is dit goed dan? Level 1000 miljoen. Ja, dat is wel goed, ja. Hey, ignore players gaat uit, oké? Ja. Oh, ik heb er al in dood. Dan moeten we er even ammo neerzetten in de backup plekken. Ja, dat is ook even. Ja, voor ons dan. Okay, dan we hebben toch ignore spelers aan. Ja. Ja, maar ze kunnen ook ons per ongeluk schieten. Nou ja, maar weer. Zo, dit. Okay. Ja, gaan we hier eens? Nice. Oké. Okay. Ja, dood. Ik ga rechts. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ga ignore spelers nu uitzetten hoor. Ja. Er is alleen maar dood, who the fuck? Ah, oké. Okay. Heb ik al gedaan. Blek! Waar ben je? Spring. Ik weet niet waar jij moet. Woeloe. Ik ga nog even hier hoor. Nee. Ik ben niet vol helft, dat is ook weer eerlijk. Oké, ja, nu gaan we beginnen. Ik bedoel, ik had het niet tegen jou, ik had het tegen Fanta Chikorgi. Ik wil wel een paar Fanta Chikorgi's hebben. Oh, nice! Zo. Kijk eens naar beneden. Wat is er nog? Ik zie dat niet. Oh ja. Ja, ah, fuck, ik val eruit. Gewoon als backup, hoppakee. Kijk, nou lag ik lag nu stukken minder. Ja, ik lag ook, maar bijvoorbeeld zo van nee, maar ik lag stukken minder, zei ik. Oh, de post, kijk dan, de post uit. Gaan de pushing. De helden. We are the heroes. Nee, ze moeten ze stoppen, want hun zijn de regiemensen van de SPSS die de Lingo Reboot willen cancelen. Oh shit, ze beschermen de reboot. Wat een goede story, Erik-Jan. Jij moet echt boeken schrijven. Ja, nee. Absoluut niet, mijn boy. Boom! Boom! Ik weet je waarvoor we vechten. Ik heb een shot moving target. Voor Lucio Werner. Dat is onze god. We hebben geloof. Dat is Lucio Werner Foundation. Nee, Paul! Ik heb een beetje server lag. Ze blijven een beetje vies. Oh, shit, ik heb zo 4 mensen bij mij. Hoeveel heb jij er? Jij hebt er maar 2 die niet. Waar ben jij? Ik ben rechts van jou. Oh, je bent weggegaan, hè? Oh, je bent. Waarom ben je bij mij? Ga die andere ding. Hier. Okay. Ik had geen eens door dat jij dat was. Ik heb echt leek. Misschien moet ik wat minder ammo. Oh nee, dan doe ik Father Geo. Nou, ik vind het goed. Doe ik hier ook wel een paar fudges. Zo. Okay. Oh, wreck bitch. Dan ga je niet dood. Boom! Oh, daar gaat hij wel dood. Hij schiet er dit. Oh, ik denk dat ik gewoon wat verder ga kijken. Waarom? Ik vind schieten echt met een sniper van zo'n hele verbedissend. Ik vind het niet fijn. Dus je schieten met een sniper waar een sniper voor bedoeld is, vind je niet fijn? Het is te ver weg. Ik heb met mijn muis sensitivity staat. Ja, ik wil. Nou, dan ga je maar kijken, joh, boeien. Nou ja. What the fuck is dat?
probeer ze te headshotten. Fuck you. Dood. What the fuck? Oh, ik ben het gebouw af. Via Rijwielandje. No. Dood. Dood. Wat health. Dood. En deze drie die in elkaar zitten, die kunnen wel blijven leven. Oh, het is een rainbow. Zien jullie dat, mensen? Vond je vet. Waar is mijn wapen? Even naar beneden kijken. Ja. Waarom staat er een vark die ik hoor bij jou? Waarom niet? Pro gaming vader die quote bij Google. Ik noem mijn vader Google. Google, ja, ja. Ik heb wel meer kills dan eerst. Dat merk ik wel. Kan jij ze anders lokken, dan schiet ik wel. Dan naar beneden gaan. Jij wil toch niet schieten, dus. Een beetje een frustration bom. Sorry. Nou, lok ze dan even hierheen. God, schiet hem al zo ver. Dus niet. Oké, ik lok ze. Zijn niet zo, ga dan stoppen. Ik werk zo nooit. Yo, hallo mensen, hoi. Waarom schieten ze op mij? Oh nee, ze schieten. Heb jij wel ignore players aanstaan? Ja. Waarom krijg ik dan damage? Ik heb ook damage. De hele tijd. Ik krijg ook damage. What the fuck is happening? Wacht even. Ah, oh, fuck. Negeer spe... Oh, ze zijn... Oh ja, tuurlijk. Ik heb het uit moeten zetten voor het... voor het anders zou het afronden met dit. No shit. Nou, als deze po van de kant gaat, voor je schijpo. Ze is een van de beste zinnen ter wereld, scheidpo. Hebben hun dan kills? Oh ja, nee. Hoppa. Zie mensen, ik kan wel schieten, alleen ik moet gewoon geen lag hebben. Hoppa, weer eentje. Serieus, dus ik de mik en hon. Oké, nou gaat hij bewegen. Bam. Ik help de vader Grigorius wel. Je kan anders ga je gewoon op de grond staan, ja. Jij mag lekker kiezen waar jij staat hoor, ik hoef dat niet voor je te hier, no scope. Fucking no scope. Blijf wel vader Grigorius af. Goed zo. Welke? No scope. Hoppa. Hoppa. Boom. En reloaden. Even wat shit pakken. Hoi. Wat vind je niet leuk? Wie? Ik? Ja. Wie? Ik? Ja, jij. Oh, ik schiet per ongeluk met crossbow. U. Ja. Er zijn nog mensen bij de op de small plek. Ik ga er even heen. Daar zit ik de hele tijd op te mikken. Ik hoor de hele tijd oh, van vader Bart. Zit je nog steeds op de mikken? Hoppa. Ik heb nog een combat in targets. Waarom zit jij zitten? Oh, jij doet het van... Oh, dat is lame. Hm? Oh, fuck! Waarom zit je mij? Dat ging echt per ongeluk. Zij man. Geen probleem. Ben je maar niet ik heb ongeluk, nee, combat ja. Samen met een fucking sniper. Dat is echt zo'n meme ding. Normale mensen gebruiken sniper waar het voor nodig is. Rick, of Erik-Jan. Close combat. Fuck you! Ik hoor nog steeds geschiet. Goed. Maar zijn ze hier ergens nog? Die zitten overal vader Bart. Oh, hier zit nog een bitch. Hoi.
Hey man. Oké. Okay. We zijn daar tot het platform deed. Dat was round 1. Oh nee. Dood. Dood, want ik heb 12 damage, zo doe je dat. Ik vind het wel leuk dat ze niet op mij richten. Kan ik eens even normaal schieten? Niet dat ik de hele tijd gedamaged word en moet wegrennen. En wat nou, jongen? Op hoofd. Hup, no scope, bitch. Ja, jongen, gaat dit goed? Boom! Die doen me denken aan een Nazi zombie. If I'm totally honest. Moda. Zijn ze dood? Nee, ze zijn niet dood. Ik hoor nog geschiet. Verhoorde. Oké, round 1. Oh. Nee, wacht, waar? Waar? Daar binnen. Oké. Waarom? Komt het muziekje nou wel van You Won of zo? Oh, dit is a very... This is very sad. Drop het F. Pijs boos. Ah, kijk, je rolt. Hey! Weg naar dat lichaam. Dat doen wij ook altijd in de speeltuin, maar dan zijn we niet dood. Tenminste, dat hoop ik. Jongen, weg met jou, man. Ik ga je headshot hoor. Respectloos, jong. Je po-hoofd. Dan kan je wel op mij richten. Ik ben niet bang voor jou. Ik reload. Je zit letterlijk op me te richten. Jij richt ook op mij. Nee. Ik niet. Oké, we gaan niet respawnen, oké? Hoeveel posts zijn doodgegaan? Hoezo? Geen één. Geen één post. Nee, we gaan alleen bij het einde van de rondes mag je een paar weer erbij spawnen. Oh, ik dacht van toort dat er met iedereen dood is. Nee, dat is niks aan. Oh. Oké, doe maar wat meer. We are the heroes! Ook mini was erbij? Nee, gast, ronde 2. Beetje veel. Noem jij eens een game waarin een miniboss al kwam in level 2? Behalve dan met difficulties, gewoon zonder difficulty. Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 en Knuckles. Oké, een goede game. Oh! Sonic 2 wordt beschouwd als een van de beste games aller tijden, dus ik weet niet wat jij zegt. Look it up. Nerd. Er zijn er wel wat meer. Ah, fuck it. Wacht. Oh, serieus. Meer? Wacht even, ik ga even muten. Maak jij even de kijkers blij. Ja, ik wil eigenlijk drinken pakken. Ik ga even wat eten. Nou mensen, er was een paard genaamd Henk. Henk was een normaal paard. Hij was 8 jaar. Toen hij zijn allereerste fiets kreeg voor zijn verjaardag. Ik je verhaal vertellen. Hij was 8 jaar toen hij zijn eerste fiets kreeg voor zijn verjaardag. Wat de fuck was dat? Hij genoot was een. Hij was 8 jaar toen hij. En toen Henk het paard ging op avontuur naar de savanne. Jongen, jij bent toch op telefoongesprek? Vind je dit genoeg? Zei je dat is genoeg? Serveurtje, ik heb er iets extra bij gedaan. Hé, ben ik klaar voor Rick? Kom dan! Hallo! Hoi! Kom maar naar ons toe. Hoi! Wil je met hem praten, dan is dat... Oh ja! Oeps. Ik ben benieuwd. Jongens, we gaan beginnen. Ik ga vieren. Ja, ik ben kijk. Ik ga vieren. Shut the fuck up! Jongens, wel doen. Mensen, we gaan verder. Okay. Vandaag gaan we weer verder. En in de vorige aflevering werd de hele wereld opgeblazen door konijnen. Wat wil ik dan zeggen? Nee, nou ja.
We gaan beginnen. In de middag staat hij tegen de weekend. Maar dat was een goede tijd. Volwassen. Gewoon. Mensen, jullie weten gewoon geen idee waarom ik allemaal zeg, maar Rick zegt allemaal, ja, naar poep. Rick zegt dat hij het kanaal aan mij gaat geven en zo, en dat ik de nieuwe owner word. Wat? Huh? Dood! 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 Maar mensen, morgen gaat het filmen voor onszelf waarschijnlijk. Ik denk niet dat we het kunnen uploaden. We gaan reageren op dat ding van Reboot. Nee, het is belangrijk, Rick. Het ding van Reboot is waarschijnlijk een belangrijke tv-evenement van de wereld. Van all time, sowieso. Maar ik heb toch een internetkabel? Nou ja. Mensen, hallo, daar ben ik weer. Waarom doet hij bij mij het dan niet meer? Geen internet. Ik ga hem er eens uithalen en er weer in doen. Wacht even, mensen. Ik heb internetproblemen, for some reason. Hoppakee. En er weer in. Kijk of hij het nou weer doet. Auw. Kijk of hij het nou weer doet. Nee. Ja, mensen, was dit de aflevering. Half uurtje, jammer. Ik had leuk vorig, maar ja, Erik Jan ging weer weg. Ja, dan krijg je dit, hè. En trouwens, Erik Jan had privé gezegd tegen mij dat zijn kanaal van, aangezien hij toch nooit uploaden, had hij gezegd van, ja, je mag een kanaal hebben en dan binnenkort ga ik verwijderen. Dus stay tuned voor dat. Ik ga stoppen, denk ik, want Erik Jan moet toch over een kwartier gaan en alles kapot en iedereen dood. Dus ja, leuk dit. Misschien kan het nog opgelost worden, maar nee. Geen internet. Geen internet! Ik kan wel opnieuw bellen, maar er is geen internet. Dus misschien kan ik even wachten. Hoe lang zou dat duren? Zou dat ding opnieuw doen? Want ik film nu. Sorry mensen, het is best wel warm. En Erik Jan. Bij Erik Jan. Hè? Ja, vind ik ook. Dus we moeten wachten. Nou. Ja. Ik ga de combine stellen. Ik tel er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, daar doden. Mooi. Ik vind het ook leuk dat mijn wapenbericht er gewoon ding. Ik zeg wel wacht even. Nou, Erik kan me nooit meer contacten. Of wel. Heeft mogelijk nieuwe berichten. Ja, dat is sowieso Erik aan die spam van. Ja, probleem. Oh shit. Mijn vader belt, dus ik moet mezelf even muten. Nou, weet je wat? Ik ben zo terug. Even doorspoelen, oké? Thank you. Misschien gaan we weer edit shit.
Leuk dit. Internet doet nog steeds niet. Ik weet. Waarschijnlijk zijn jullie al lang doorgespoeld. Nog maar 5 minuten en ik word eruit gegooid. Dus hopen dat hij in 5 minuten klaar is. Ik denk het niet. Hij zegt 2 berichten op WhatsApp. En dat zijn afbeeldingen van luchtballonnen. Super vet. Van mijn moeder. Even. Maar ik denk niet dat hij het nog maar gaat doen. Hoeveel lampjes branden er? Ja, daar hebben we niks aan. Nou, we gaan. Oh, we kunnen rondkijken. Wat goed. Spotten Erik Jan. Oh, we hebben hem nu alweer gevonden. Dat was saai. Ja, dat is Erik Jan TV. 88%. Spot Vatter Gigi. Oh, die is daar. Ik denk van leuk. Spotten Erik Jan. Kunnen we even kijken. Nee hoor. Is ook een beetje laggy. Super dik dit. Kaden. Ik heb ook geen 4G. Dus dat is ook weer leuk. Maar ja, dat maakt ook niet veel uit. We are the rest of our time. Boom ba dim ba dum ba dim ba dum ba dim dim. Leuk dit. Nou mensen, ik denk als ik connection los ben dan. Ja, ik heb ook nou weer internet op mijn telefoon. Waarschijnlijk ook. Nou, weet ik niet. Ja, voor mij wel weer. Voor mij doet hij het wel weer. Maar dan moet ik even naar Erik Jan even kijken of ik hem dan kan bellen. Hij zegt nog steeds, waarschijnlijk heeft Erik Jan hem geleft. Even kijken, we gaan even Erik Jan bellen. Ja. Hoi, ik film nog steeds. Ben je serieus geleft of zo? We hebben gewonnen, blijkbaar. Maar, hebben we geleft? Heb je geleft? Nee, ik ben er nog. Oké, dan ga ik. Nou, dat maakt niet uit. Ga ik even joinen. Meespelen. Hopen dat ik deze 9 minuten nog kan joinen. Sowieso niet, maar ja. Natuurlijk moest het weer nu gebeuren en niet. De babbelbox. Ik vergeet ergens dat dit niet de oude computer is. Satisfying, hè? Ja, heel erg. Libra Noa, Ski Berace, Gain Utopia, Skronda Lobre op de brug. Waar zijn mijn oude Steamnamen? Bronsau Geze, Skronski Broemtige, Schronte Klube. Schaamdoelen. Dank u. Ik moet toch wat doen. We hebben nu alweer gewonnen. Hey. Oh, dit is. Oh, ik ben er alweer. Oké, okay, hoi. Iedereen is al weg. Ja, slash clean up all dead bodies, maar een paar bleven er liggen zo. Wauw, ik heb heel erg connection problems. In tweeën? Hoe de fuck heeft ze dat voor elkaar gekregen? Ja. Ik heb een vraag. Mijn oma heeft serieus haar televisie in tweeën. Hoe de fuck krijg je dat voor elkaar? What the fuck? Oké, hij doet het weer. Mooi. Oké, we gaan beginnen. Waarom zit hier een Bert en Ernie? Waarom zit hier geen Bert en Ernie? Nee, gaat weg. Jij hebt me verraden. Wat heb je rare ogen? Weg, dag. Jack, ik heb Skittles. Ga dan maar gewoon leuk boeien. Ik wil gewoon verder voordat je weer weg moet. Je moet zo weg. Heb je jouw bed uit het raam gegooid? Oeh, dan ga ik zo even kijken. Mijn moeder. We hebben heel vaak in Hoogeveen, in ieder geval. Altijd als ik weg ben. Dan zijn er luchtballonnen die over ons heen vliegen. En ze zeggen dat het hierheen komt. Dus ik ga binnenkort even opletten. Oh. Maar ja, het boeit niks. Dus. We are the heroes! Dus. Weet je wat ik wou zeggen? Wat ik kan zeggen?
Wil jij straks even alvast uploaden? Ja, wat dan? Nou ja, ga nou Idiot. Beginnen. Ik wil beginnen. We hebben nog maar 6 minuten. Sadly enough. Genoeg? Ja, doe maar. Ik weet niet of je het hebt gedaan. Ik wil gewoon beginnen. Ja, we beginnen nu. Oh, alles schiet gelijk. Lol. Wapens. Snel. Nog 5 minuten. Zo. Springfield scoped. Springfield scoped. Hoppakee. Mooi. Wacht even. Holy shit, dat geluid. Oh, 5 minuten. I'm gonna enjoy every second of it. Daar gaan we. Daar zit een heel groepje, daar ga ik gewoon schieten. Nee, ik wou de eerste kill. Nou. Heb ik niet. Nee, mijn vader Jeroen ook niet. Ik noem mijn vader Vader Nunu. Vader Nunu. Gewoon vast Grigori Nunu. Dat is gewoon echt. Dat zijn compleet andere dingen. Dat is toch leuk. Jij bent compleet. En jij hebt de eerste keer wel. Fuck. Doei. Oh, maar jij gaat ook beneden zitten. Nu joke dat jij dat. Kijk, zo kan ik het ook. Moeilijk! Wauw, wat een challenge! Bij de bubble box? Oké, gaan we naar boven. Dat is echt een hele moeilijke challenge. Ik denk niet dat ik ooit dit ga overleven. Wees wel hoop dat je maar de beste die terug is. Waarschijnlijk weer zo'n lame cartoon voor kinderen ofzo. I challenge the Ender Dragon in Minecraft, PewDiePie. Nice. Niet spoiler. En voor je zegt, nee, waarom zou ik de video spoilen? Ik bedoel de serie, bitch. Ik moet nog kijken. Of afkijken. Ik ben nog steeds bij 12, ik heb nog steeds niet gekeken. Ik denk dat ik vanavond even ga kijken. Maar ik heb ook een livestream serie die ik kan afkijken. Die is echt How to Minecraft heet dat. En die wil ik van Vicstar. En die wil ik kijken. Weet je wat ik mag ik nog een aanradertje doen van Joel? Hm? Dat is een aparte stream van zijn GTA San Andreas, maar het is de GTA San Andreas Mythbusting stream. Weet je hoe fucking veel series ik nog moet kijken, jongen? Ik moet nog steeds die Google Translate af, maar ik heb echt heel veel. Gewoon omdat ik zo vaak met jou ben, heb ik nooit de kans om video's te kijken. En of ik het erg vind? Nee. Ik vind het alleen maar goed. Ik ben heel blij dat jij dit tenminste bent. Hij prefereert video's kijken toch over gamen? Hmm. Jij toch? Nou, ik heb liever met jou gamen dan dat ik video's kijk, hoor. Ja? For video honest. Als ik morgen nou bezig zou zijn met iets en jij vraagt om te gamen, zou ik gewoon sowieso ja zeggen. Gewoon omdat ik een rebel ben. Dan ga ik die gas schieten. En dan weer eens op. Oh, een laggy. Ik ga naar beneden springen. Ik heb 69 health. Nice. Waar ga je naar beneden springen? Ik ben al naar beneden, zodat ik naar beneden kan vechten. Ja, maar dan heb je allemaal kills. Dat is niet leuk. Hey, rond achter. Ja, dat is al 10 minuten. Ja. Nee, snel killen voordat hij het water in gaat. Mooi. Ik probeer alleen maar de moeilijke te killen. Echt eentje zit heel ver weg. Ik probeer te killen.
Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Got hem. Got hem. Weet je wat ik ook hoop om te filmen? Hm? Want als ik mijn beeld heb en een tweede beeld ga ik dat proberen. En als dat lukt, dan ga ik je vragen of jij dat wil doen. En dat is Terraria. Waar voor een tweede beeld gaan dan? Dan kan ik mijn OBS erop neerzetten. En dat gewoon niet nu. Omdat ik nu bij mijn vader ben, ik ga toch niet dat ding helemaal aansluiten terwijl ik hem niet ga gebruiken en dan zodat ik woensdag hem weer kan inpakken. En men zei als ik een tweede beeldscherm heb, zei je. Ja, als. Maar die heb ik toch niet? Ja, die heb ik wel, maar niet aangesloten. Als ik hem aangesloten heb, bedoel ik. Ik heb een tweede beeldscherm bij je maar. Ja, maar ik moet een breed beeld, anders is de recording zo lelijk. Bijvoorbeeld SIF ga ik pas doen als ik mijn breed beeld heb. Dat duurt nog. Mijn tip, ga je daar nog steeds rekening mee houden? Met wat? Kringloop. Ja. Ik heb ook nu ook een muis van 5 euro van de Action. Nee, ik weet niet of dat kent. Kan je nee, dat ruimen? Hoeft niet. Dat is zo irritant. Dan zeg ik, ik ben tevreden met deze muis. Oh, dan doen we een nieuwe. Nee, helemaal mee eens. Nee, ik ben heel ontevreden met dit. Ik haat dit ding. Wat? Je weet wel, die ene met die regenboog. Ja, dat is hem. Hij heeft maar 5 euro en nog vind ik hem best wel vet. Zei je vader dat hij nieuw wat over had? Ja, slaat hem nergens op. Ik heb toch een muis. Hier, kijk. Nee, maar kan je ruinen? Nee. Niet heel erg in de bushal geweest, maar daar zit dus een kringloopwinkel volgens mij. Ruinen of ja, ruinen ik ken het wel, op. Maar kom er nooit. Nou ja, er zit dus aan kringloop. En daar hebben ze dus heel veel beeldschermen. Nou, ja, dat kennen we als. Dan ga ik straks wel even met mijn vader even hebben. 15 euro volgens mij, zoiets. Oh, video van een minuut. Waarschijnlijk. Dat straks, pap. Dat zeg ik net. Ik ga het er straks over hebben. Niet tijdens een video. Die eigenlijk gaat stoppen. Ik moet nu doorgaan. Nee, we kunnen dit even afmaken. Er zijn toch niet zoveel combines meer. Ja, even snel. En dan heb ik een lange video. Ook als je nu 44 minuten. Ik wil gewoon een langere video. Ik wil om 3 kwartier. Gewoon dat, voor de memes. Alles nu ook gewoon onze elke verklaring gewoon voor alles. We gaan gewoon een afspeellijst maken, een privé afspeellijst. Alle video's van Lingo en Man bij het Hond. Behalve dan dinsdag, want die kan ik dan niet filmen. Waarom draait het de fucking SBS 6? Moet NBO 2 draaien. Dat mag wel. Hoe is dat? Nederland 2, vermoedelijk. Hoe is dat? Veel. No scope. Gaat gewoon in mijn scope staan, zag je dat mensen? Hoppakee. Hoppakee. Kijk, dan zien we er nog een paar ergens. Okay. Even een beetje first person shoot, bitch. Dabbing. Ik zie hier een dode Bert en Annie met rare schoenen aan. Ik vind First Person Shooter eigenlijk wel leuk. Ja, ik ook. Dit is eigenlijk ook gewoon een First Person Shooter, wat we nu doen. Nou, dit is allemaal categorieën, wat je ook wilt. Oh, deze game heeft wel, wat veel mensen zeggen dat het niet zo is, maar het is daar sowieso wel. Deze game heeft wel veel meer vrijheid dan Minecraft. Dit ook niet per se een game eigenlijk. Dit is gewoon een developer stoel of zoiets. Ja, het is een beetje van alles gewoon bij elkaar. Dus ik vind het niet per se. Ik vind dat je in Minecraft met de statistieken vind ik dat wel een vrijere game is dan dit. Gewoon omdat dit heel veel dingen kan downloaden. Ik vind dat het is dat je dat met Gijsman, jij maakt de game, vind ik te bejaard. Vrijheid zei je, Erik Jan? Hm? Even een noclip uitzetten. Uh-oh, kan niet verder! Als je nou miljoenen mods hebt, dan heb je echt veel meer in Minecraft heb je echt veel meer vrijheid dus. Kijk, je hebt dan zoveel add-ons, maar dan heb je zo'n vakje. Ja, leuk. Okay, even kijken, zijn er nog wat bitches? But I'm going. Wait a second,
look for the bitches if there are. Ik wil geen groot meer dus, nee, denk ik niet. Kun je iets opzet? Een SMG ammo. Spam zet. En dan Ragdoll en nog. Nee, ik heb. En dan een Dumpo. Een Dumpo. Ik ga even post snipen. Ik ga er vandoor. Doei doei. Ik ga even post snipen. Dan wil ik ook even post snipen. Gewoon om de video even nog wat langer te maken. Hoi, doei mensen. Ja. Zo. Headshot. Hey, wat? Headshot Po. Zou ik dit puur passeren als eerste kijken? Doe maar ja. Aggie! Wat doe je mensen? Oké, doe mensen, doe eens aflevering of doei.